Burgemeester Rauner van de gemeente Bergen nam op dinsdagavond 17 september het certificaat Dementievriendelijke Gemeente in ontvangst bij het Alzheimer Café Bergen. Het certificaat, dat maar aan een handjevol gemeenten in Nederland wordt uitgereikt, laat zien dat de gemeente Bergen zich actief inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Bergen en de omliggende gemeentes hebben dus dat predicaat. Maar de gemeente Venray heeft dat ook, dus Noord-Limburg laat de rest wel even een poepje ruiken. bij deze... Dementievriendelijk is een dynamisch proces. Het is een beweging waarbij een gemeente niet automatisch voor altijd dementievriendelijk is. Het certificaat is maximaal 4 jaar geldig en na 2 jaar vindt er een tussenevaluatie plaats. De dementievriendelijkheid van gemeenten wordt gemeten aan de hand van een dementiescan.